Ja, dus gisteren was ik op de markt en Jeroen was daar. Die was er dan, had ik die binnengeraan. En dan dacht ik van oké, ja, nice. Maar dan vroeg hij of ik mee naar zijn thuis kwam. En dan dacht ik, ja, oh nee, ik heb mijn regels, dus dat gaat niet. Maar ja, ik wou wel meegaan, maar ik kon dat moeilijk zeggen tegen hem. Ziet je? Jeroen was dan al weg. En dan kwam er een andere kerel, hebben die ook binnengeraan. En dan dacht ik van, oh fuck, nee, hebben die ook niet. Ja, ach, nu moet ik zo een beetje beslissen welke van de twee. Want ja, ze zitten alle twee een beetje achter mijn gat. En ja, nu weet ik echt niet goed wat ik moet doen. En maar ja, wat zou jij doen? Ja. Nee, ik zou het echt niet weten. En dan dacht ik van, fuck, wat moet ik doen? Want ja, die willen mij alle twee, maar ik kan niet kiezen, ziet je. Dus ja, nu moet ik kiezen, maar ja, ik weet het echt niet. Ja, normaal zou ik dat niet. Long distance, run around. Je ziet die dan 10 minuten met een andere gast eerst doen en dan komt hij weer naar u en zo. Een beetje smekken. Maar het is toch mooi. Concentreer je toch gewoon, je! Loser! Generatie!
We gaan hem even filmen. Savaya? Ja, dat doe ik.